Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 15 december van Weerplaza. Vandaag is de laatste koude en droge dag van de week. Het gaat allemaal veranderen, want we krijgen te maken met een stroming vanuit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond en vannacht trekt een gebied met neerslag over ons land. En morgen en de dagen daarna hebben we dan te maken met lage druk invloed. Vandaag dus nog wel een droge dag tot de avond. Er staat een stevige zuidoostelijke wind... Het is bewolkt en het wordt 1 of 2 graden boven nul. Maar door de stevige oostelijke wind voelt het aan alsof het licht vriest. Vanavond krijgt Zeeland te maken met het gebied met neerslag. Daarbij is kans op sneeuw of lichte ijzel en gladheid. En het gebied met neerslag breidt zich in de loop van de avond en nacht uit over de rest van het land. Past u op als u later vanavond of vannacht de weg op gaat, het kan glad worden door sneeuw. En morgen kleurt het land. Op sommige plaatsen wit. In de ochtenduren is nog kans op wat lichte sneeuw of regen, vooral in het noordoosten van het land. Vanuit het zuidwesten wordt het droog en dan zal de sneeuw gaan verdwijnen. Want zachte lucht dringt op, het wordt 2 graden in Groningen tot zo'n 6 in Zeeland. En de wind komt morgen vanuit het zuiden tot zuidwesten, die is matig, windkracht 4 of 5. Volgende week dan is de koude lucht verdreven. Het wordt overdag 6 tot 8 graden. Het is vaak droog, maar af en toe kan er ook wat regen vallen, vooral op de maandagochtend. En nu en dan breekt de zon door. Ik ben Diana Woeij van Meerplaza.